Staat hij aan? Ja, voor de luisteraars thuis, begreep ik. Ja, oké. Okay. Ja, Dorothee, het waren inderdaad wel pittige liedjes. Maar ik merk ook wel, elke combo heeft dan ook wel weer zijn eigen interpretatie van de liedjes. Van het afgelopen zomer zijn wij voor het eerst naar een christelijke camping geweest. En dat was ergens in voormalige Oost-Europa. Toen kwamen wij op die camping, een hele kleine camping hoor. Maar bleken dus alle andere campinggasten, die kwamen allemaal uit de reformatorische hoek. En wij kwamen uit de evangelische hoek. Nou, dan weet je het wel, opwekking, hè? Dat is dan eigenlijk een beetje wat de toon slaat bij ons. Bij hun niet. Ze konden wel wat opwekkingsliedjes, maar ze presteerden het om elke ritmisch opwekkingsliedje aritmisch te maken. Dus als je dat meegemaakt hebt als iemand die cajon speelt of gitaar speelt, dan nou, kun je eigenlijk alles aan. Dus, ja. Nou, toen ik hier vanmorgen naartoe liep, toen dacht ik echt van dat beukenhaagje hiervoor. Vroeger kon ik daar gewoon heel makkelijk overheen stappen. Nu moet ik daar of illegaal tussendoor lopen, of ik moet echt omlopen. Ik heb voor het eerst gekozen. Maar het zegt wel even iets over hoe lang ik hier al kom. En dat is echt wel best wel een aantal jaren. En eigenlijk is dat ook wel een beetje waar het vanmorgen over gaat. Ja, eigenlijk over gemeente zijn. Als je in Handelingen 2 leest, hè, de eerste gemeente, dan wordt er een aantal kenmerken ook van de gemeente genoemd. En weet u zo uit uw hoofd wat die kenmerken zijn? Dat is het eerste lesje ecclesiologie op de theologieopleiding wat je krijgt. En dat is dan de gemeenteleer. Wat zijn nou de kenmerken van een Bijbelse gemeente? Kunt u ze zo noemen? Weet u dat? Handelingen 2? Sorry? Ja, eensgezindheid. Ze kwamen eensgezind bij elkaar. En wat deden ze bij dat eensgezindheid? Alles delen. Ja? Wat nog meer? Ja, het brood breken. En dus de wijn drinken. Ja? Ja, samen bidden. Dus, hè, dat hoort ook bij die gemeenschapsvorming. Ja, ook, maar dat staat er niet expliciet genoemd volgens mij. Maar één heel belangrijk onderdeel ook nog. Ja, Jezus gedenken, dat hoort natuurlijk bij het breken van het brood. En ook bij het drinken van de wijn, dat staat er dan niet letterlijk. Maar natuurlijk ook het onderwijs, hè. Onderwijs ontvangen, toch? Ja, de leer van, staat er iets van dat ze bleven bij de leer van de apostelen. Zoiets staat er volgens mij. Ja, nou, dat zijn eigenlijk de essentiële onderdelen van gemeente zijn. En dat is eigenlijk ook wat we elke zondag, denk ik, doen. Hè? Als we hier samenkomen. We hebben dat natuurlijk een beetje praktischer gemaakt. We gaan niet elke keer dat we bij elkaar komen het brood breken en de wijn drinken. Dat doen we nu, denk ik, 1 keer per maand. Ik weet niet hoe dat hier is. Ik denk volgende week weer. Ja, maar daar gaat het eigenlijk, het gedeelte van vanmorgen gaat daar eigenlijk over, over die gemeenschap van Jezus Christus rondom het kruis. En dat we daarin mogen volharden. Want dat is eigenlijk helemaal niet zo logisch eigenlijk. Helemaal niet zo vanzelfsprekend. En het thema van morgen is, ik ben het ware brood dat uit de hemel neerdaalt en eeuwig leven geeft. Natuurlijk wat Jezus zegt in Johannes 6. En we gaan even eerst, voordat ik met u begin, met het Bijbelgedeelte lezen, wil ik eerst even met u naar Johannes 6 in zijn geheel, of het begin daarvan. En dan wil ik even naar het eerste kaartje, naar de eerste dia. Ja, deze, dat is inderdaad een kaartje. En we lezen in Johannes 6, vers 1, daar lezen we, hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. Nou, wij zeggen dan meestal het meer van Galilea en het meer van Tiberias. En een grote menigte volgde hem,
omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. Nou, en als je even naar dat kaartje kijkt, de rode pijltjes moeten we even vergeten. Dat heeft niks met dit Bijbelgedeelte te maken. Maar even dat blauwe kriebeltje wat ik daarin heb getekend. Dat is waarschijnlijk de route die Jezus en de discipelen hebben afgelegd in dit Bijbelgedeelte. Allereerst waarschijnlijk aan de oostkant van het meer van Tiberias, van het meer van Galilea. En daar vindt iets geweldigs plaats. Namelijk de wonderbare spijziging, zoals we dat kennen. 5000 mannen, met nog de vrouwen en de kinderen niet meegeteld. Dus 5000 mannen, plus nog heel veel vrouwen en nog heel veel kinderen waarschijnlijk. Die worden daar gevoed door Jezus met 5 broden en 2 vissen. Nou, en dat is niet toevallig dat Jezus op dat moment dat wonder doet. En dat Jezus op dat moment het onderwijs geeft waar we straks bij stil gaan staan. Er staat, en Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Dus het Pascha was nabij. En juist op dat moment doet Jezus dit wonder en geeft hij dat onderwijs. Want iedereen is in die periode al bezig met het feest dat gaat komen, het Pascha. Iedereen is druk met het inslaan van eten en drinken. Het huis wordt opgeruimd, wordt schoongemaakt. En omdat het een van de belangrijkste feesten is van het Joodse volk. De Tora die wordt gelezen. Er wordt uit de profeet Mozes gelezen. De voorbereiding van het lam dat geslacht wordt, is bezig. Het brood dat gebroken wordt, de matzes, in de vorm van matzes, dat gebroken wordt en gegeten wordt. Wijn wordt geschonken en gedronken. En allemaal ter herinnering natuurlijk van de bevrijding uit Egypte. En alles wat daarna kwam. De woestijnperiode, de periode dat het volk ook 40 jaar in de woestijn moest blijven. En een van de belangrijke dingen die in die woestijnperiode gebeurde, was dat God het volk onderhield. Onder andere door eten te geven, door manna uit de hemel te zenden. En dat aan het volk te eten te geven, zodat ze konden overleven. En het volk was daar niet helemaal tevreden mee. Alleen maar elke dag datzelfde manna, datzelfde brood. Dat werd op een gegeven moment een beetje saai. Dus God die besluit om later ook kwakkels te sturen, hè? Een vogelte, waardoor ze ook vlees kunnen eten. Nou, en dat is heel bijzonder, dat manna. Moet je zelfs maar eens een studie nadoen. Heel bijzonder was bijvoorbeeld dat ze op de vrijdag voor 2 dagen eten moesten verzamelen. Hè? Want op de Shabbat, op de heilige dag van God, bedorf het allemaal. Dus ze moesten dan meer inslaan, want ze mochten geen tijd besteden aan het klaarmaken van het eten. Nou, goed. Dat was het wonder waar eigenlijk deze hele gebeurtenis ook naar terugwijst. Nou, en in Johannes 60 gebeurt dus dat geweldige wonder van die vermenigvuldiging van dat brood. En de reden daarvan dat Johannes dit zo expliciet noemt, is niet alleen dat het alleen maar een heel mooi wonder was. Maar als het in het Johannes-evangelie over wonderen gaat, dan heeft hij het eigenlijk altijd over wondertekenen. En met die wonderen heeft hij dus een bepaald doel, namelijk dat het een teken is. Elke keer als Jezus een wonder doet, is dat een teken. Helemaal aan het einde van Johannes, van het Johannes-evangelie, dan zegt hij dat zelf ook in Johannes 20. Ik pak hem er even bij. Goed gaat. Johannes 20. En dan staat er in vers 30 staat Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, nog wel veel andere wonderen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus Christus de Zoon is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn
naam. Dus die wonderen, die hebben een bepaald doel, namelijk geloof opwekken in Jezus Christus. En als wij ons vertrouwen op Jezus stellen, dan hebben we leven in zijn naam. Dat geldt voor ons, maar in de eerste plaats gold het natuurlijk voor de mensen die dat letterlijk meemaakten, die daarbij aanwezig waren. En de lezers, de eerste lezers van het Johannes-evangelie. En als we dit gedeelte lezen, dan lezen we in vers 14 dat het lijkt alsof Jezus tot zijn doel is gekomen. Want Johannes die schrijft in vers 14, toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Jezus is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. En dan wordt het direct teruggewezen naar het Oude Testament, naar wat was het ook alweer? Deuteronomium 18, vers 15. Lees u dat thuis maar eens terug. Daar is Mozes al, moet u zich voorstellen. Wanneer leefde Mozes? 1300, 1200 voor Christus ongeveer. Had hij al voorspeld dat die profeet met een hoofdletter, dat die zou komen. En de mensen, die wijzen hier dus op terug. Dit is die profeet die al door Mozes beloofd was. Maar Jezus, die weet wel beter. Jezus beseft dat het allemaal niet zo diep zit. De mensen die hebben hun eigen belangen, de mensen die hebben hun eigen verwachtingen. En je ziet eigenlijk ook door alle evangeliën heen, dat de grote meute heeft eigenlijk een idee van die Messias die gaat komen, dat wordt een soort met politiek leider. Door God gezonden om het volk Israël te bevrijden van de macht van de Romeinen. En die zal ervoor zorgen dat het leger van de Romeinen verslagen zal worden en dat Israël weer het koninkrijk zal worden zoals dat in de tijd van David was. En die verwachting die was ook heel groot. Die was heel, heel hoog. We lezen dat natuurlijk in alle kerstevangeliën, als je het zo wilt noemen, alle kerstverhalen. We lezen dat heel goed terug. Maar we lezen in vers 15 bijvoorbeeld, omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, daar heb je het, trok hij zich opnieuw terug op de berg, hij zelf alleen. Want hij wist wat er in hun leefde. Precies een jaar eerder, in Johannes 2, vers 23, staat er ook beschreven dat het in de tijd van het Pascha was. En toen hij in Jeruzalem was, vers 23, was het op het Pascha tijdens het feest, en geloofden velen in zijn naam, toen zij zijn tekenen zagen die hij deed. Weer hetzelfde, hè? Toen zij zijn tekenen zagen, geloofden ze in hem. Maar Jezus zelf vertrouwde zich aan hen niet toe, omdat hij hen allen kende. En omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Dus Jezus die vertrouwt zichzelf niet toe aan de menigte, want hij weet wat er in hun leeft en dat die verwachting die zij hebben en de wens die zij hebben om Jezus met geweld eigenlijk koning te maken, dat dat niks te maken heeft met de bedoelingen die Jezus heeft. En ze luisteren gewoon niet naar wat hij te zeggen heeft. Nou, precies een jaar later dus dit gedeelte. En een jaar daarop weer is het moment dat Jezus aan het kruis gaat. Ook tijdens Pascha dat Jezus sterft aan het kruis. Op het moment dat Jezus aan het kruis hangt en het lichaam is verbroken en het bloed vloeit. Op dat moment worden de paaslammeren die worden geslacht. En heel de tempel, het hele tempelterrein is met bloed bedekt. Op dat moment vloeit ook het bloed van Jezus. En sterft hij voor de zonde van de mensheid.
En als we dan weer teruggaan naar dit gedeelte, dan zien we dat 's avonds de discipelen vertrekken met hun scheepjes over het meer, richting Capernaum, dus richting het noorden, het ruitje zeg maar, waar dat blauwe lijntje naartoe gaat. En Jezus die blijft achter, hè? Die blijft achter in de bergen, die zoekt de rust op. En ja, die blijft daar in gebed waarschijnlijk. En dan steekt er een enorme storm op. En midden in die storm voegt Jezus zich bij hen, bij de discipelen op het meer. En dat is natuurlijk een geweldig wonder wat daar plaatsvindt. En nou, uiteindelijk komen ze dan in Capernaum terecht. Ze bereiken het vaste land. En dan de volgende ochtend zijn de mensen die eerst weer weggegaan waren, die willen natuurlijk meer zien van Jezus. Meer horen van Jezus. Want ja, ze hebben toch best wel een heel spektakel meegemaakt. En ze willen wel meer meemaken. Dus ze gaan weer terug naar dezelfde plek als waar ze Jezus en zijn discipelen voor het laatst hadden gezien. En ze gaan naar hem op zoek. En dan kunnen ze hem niet vinden. En uiteindelijk vinden ze hem dan. Ze gaan aan de route volgen over het meer, maar ook langs de kust waarschijnlijk een deel. En ze komen uiteindelijk in Capernaum terecht. En dan vinden ze Jezus in de synagoge. En dan lezen we in vers 25 van hoofdstuk 6. Dan lezen we het volgende. Toen de menigte nu zag dat Jezus daar niet was en ook zijn discipelen niet, gingen zij zelf in de schepen en kwamen in Capernaum om Jezus te zoeken. En toen zij hem gevonden hadden aan de overkant van de zee, zeiden zij tegen hem: Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? En Jezus antwoordde hun en zei: voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in de eeuwig leven, dat de Zoon des mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. En dan zien we hier dus een enorm contrast. Was de uitroep de vorige dag nog van: hier is de profeet die God zenden zou, die al eeuwen en eeuwen beloofd was, is nu dat Jezus tegen hen zegt: ja, jullie komen eigenlijk hier gewoon alleen maar niet omdat jullie het teken zien achter het wonder dat ik verricht heb, maar jullie komen gewoon om jullie buikjes te vullen. Jullie komen gewoon voor de sensatie. Jullie komen gewoon om weer opnieuw iets sensationeels mee te maken. En dan zegt hij van: maar ik ben degene waar het werkelijk om gaat. Ik ben degene waarin je moet geloven, want ik ben de beloofde Messias. Ik ben verzegeld door God. En jullie hebben het zelf kunnen zien. En dan wijst hij waarschijnlijk terug naar zijn doop, waarop de Heilige Geest als een duif op hem neerdaalde en een stem uit de hemel klonk: dit is mijn geliefde zoon. En je leest dat in zowel het Johannes-evangelie, Johannes 1 en Lucas 3. En dus daar wordt heel duidelijk dat Jezus van goddelijke afkomst is. Dat hij door God gezonden is. Dat hij met goddelijke kracht bekleed is. En dat hij de door God beloofde Messias is die Gods wil doet. Maar de mensen die komen voor iets heel anders. Ze willen alleen maar sensaties. Ze willen alleen maar wonderen zien. Nou, dan pakken we zometeen hier de draad op in vers 28. En dat doe ik even uit een eenvoudige vertaling. De Bijbel in gewone taal. Waarom? Omdat het een verhalend gedeelte is. En het gaat maar even om het verhaal. Ik ben op zichzelf niet heel enthousiast over die vertaling. Maar toch, voor dit is het wel geschikt, denk ik. Want het gaat over... ja, wat ik eigenlijk wil laten zien is dat u even let op hoe groter het ongeloof van de mensen wordt, hoe duidelijker Jezus is. Hoe directer, hoe radicaler, hoe plastischer eigenlijk zijn uitspraken zijn, hoe groter dat ongeloof wordt. En hoe duidelijker Jezus over zijn identiteit wordt, hoe duidelijker hij wordt over zijn afkomst, namelijk dat hij door God gezonden is, hoe groter het verzet van de mensen om hem heen.
En hoe minder ze eigenlijk willen luisteren. En we zien dat van beide kanten de discussie als het ware op de spits gedreven wordt. En steeds meer mensen kunnen het niet meer slikken en haken af. En als je dit gedeelte zo meteen leest, wil ik u ook vragen om even te focussen op drie groepen. Je hebt namelijk drie groepen die hier genoemd worden. Allereerst de menigte, de grote groep mensen die nieuwsgierig is naar Jezus en die wel meer wonderen wil zien. De Joodse leiders die constant Jezus in de gaten houden om te zien wat hij te vertellen heeft en of ze hem ook ergens op kunnen pakken. En er zijn volgelingen. En dan zijn dat niet alleen de 12 discipelen, maar er was ook nog een hele groep omheen. Er worden in de Bijbel soms getallen van 40 mensen genoemd, soms 100 mensen. Dus er was een bepaalde groep rondom Jezus, mannen en vrouwen, die hem altijd volgden. En de sfeer, die is daar eigenlijk een beetje, zoals we dat lezen in Johannes 7, vers 11. Er staat, de Joden dan zochten hem op het feest en zeiden, waar is hij? En er was veel gemompel over hem onder de menigten. Sommigen zeiden, hij is goed. En anderen zeiden, nee, Jezus misleidt de menigte. Toch sprak niemand openlijk over hem uit vrees voor de Joden. En is het goed om te weten dat als Johannes spreekt over de Joden, dat hij het niet over het Joden spreekt als ras of als etniciteit, maar dan bedoelt hij altijd de Joodse leiders mee, de godsdienstige leiders, die Jezus constant in de gaten houden. Nou, dan begint het gedeelte zo in vers 28. De mensen die vroegen, wat moeten we doen? Wat vraagt God van ons? Nou, op zich een goede, legitieme vraag, denk ik. En Jezus die zei tegen hen, God vraagt maar één ding. Namelijk dat jullie in mij geloven, want God heeft mij gestuurd. Zo eenvoudig is het. En de mensen die zeiden, kunt u dat met een teken bewijzen? Dan zullen we u geloven. Want Mozes gaf ook een teken. Hij gaf onze voorouders in de woestijn namelijk manna te eten. In de heilige boeken staat, hij gaf het volk brood uit de hemel te eten. Moet je je voorstellen, vlak na dat wonder van die vorige dag, waarin hij duizenden mensen gevoed heeft met 5 broden en 2 vissen, stellen ze deze vraag. Doe eens een wonder voor ons en bewijs dat u de Zoon van God bent. Maar Jezus zei tegen hen, het was niet Mozes, maar mijn Vader die dat brood gaf. Luister heel goed naar mijn woorden. Mijn Vader geeft jullie het ware hemelse brood. Het brood dat God geeft, komt uit de hemel en geeft eeuwig leven aan de mensen. En de mensen zeiden, Heer, geef ons elke dag dat brood. Waar doet dit aan denken? Doet een beetje denken aan de Samaritaanse vrouw. Hè? Een paar hoofdstukken eerder, hoofdstuk 4, dat die Samaritaanse vrouw aan Jezus vraagt van, oh, geef me van dat water dat ik nooit meer dorst krijg. En als zij dan uiteindelijk ontdekt dat Jezus de beloofde Messias is, dan gaat ze vol enthousiasme terug naar het dorp om te vertellen van, ik heb de Messias gezien, kom met mij mee. En vertelt ze iedereen enthousiast. Maar deze mensen zijn wat minder enthousiast. Jezus die zegt van, ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. Als je bij mij komt, zul je nooit meer honger hebben. Als je in mij gelooft, zul je nooit meer dorst hebben. Maar ik heb al eerder gezegd, jullie zien wel wat ik doe, maar toch geloven jullie niet in mij. Jezus zei verder, de Vader brengt de mensen die bij mij horen naar mij toe. Ze komen bij mij en ik zal hun niet wegsturen. Ik ben uit de hemel gekomen. God heeft mij gestuurd. Ik ben dus niet gekomen om te doen wat ik zelf wil, maar om te doen wat God wil. En God wil dat alle mensen die bij mij horen gered worden. Als het einde van de wereld komt, zullen ze opstaan uit de dood. Dat is wat mijn Vader wil. Alle mensen die de Zoon zien en in hem geloven, krijgen het eeuwige leven. En als het einde van de wereld komt, laat ik hen opstaan uit de dood. En dan komen die Joden. Joden, Joodse leiders, die beginnen te protesteren, omdat Jezus over zichzelf zei, ik ben het brood dat uit de hemel gekomen is. En ze zeiden tegen elkaar, hij is toch Jezus,
de zoon van Jozef. We weten precies wie zijn vader en moeder zijn. Hoe kan hij dan beweren dat hij uit de hemel gekomen is? Jezus zei tegen hen, houd op met protesteren. De vader heeft mij gestuurd, alleen de mensen die hij naar mij toe brengt, kunnen bij mij komen. Als het einde van de wereld komt, zal ik hen laten opstaan uit de dood. Dit staat in alle heilige boeken. God zal hun allemaal leren hoe ze moeten leven. Iedereen die dat van de vader wil leren, komt bij mij. Want niemand heeft ooit de vader gezien, behalve de zoon. Hij komt bij God vandaan. En Jezus zei verder, luister goed naar mijn woorden. Wie in mij gelooft, krijgt het eeuwige leven. Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. Jullie voorouders aten in de woestijn manna, brood dat uit de hemel kwam. Toch zijn ze allemaal gestorven. Maar het ware hemelse brood is anders. Wie daarvan eet, zal niet sterven. Ik ben het hemelse brood dat leven geeft. Iedereen die van dat brood eet, zal eeuwig leven. Het brood dat ik zal uitdelen, is mijn lichaam. Ik zal sterven om de mensen het leven te geven. De Joden die begonnen een felle discussie met elkaar. Ze riepen, hoe kan hij nu zijn lichaam aan ons te eten geven? En toen Jezus tegen hen zei, luister heel goed naar mijn woorden. Jullie moeten mijn lichaam eten en mijn bloed drinken, anders kunnen jullie het eeuwige leven niet krijgen. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, die krijgt het eeuwige leven. Als het einde van de wereld komt, zal ik hem laten opstaan uit de dood. Want mijn lichaam en mijn bloed geven het eeuwige leven. Mijn dood brengt redding. Als je dat gelooft, dan is het alsof je mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt. Dan ben ik in je en dan hoor je voor altijd bij me. Ik leef dankzij de Vader, de levende God die mij gestuurd heeft. En iedereen die bij mij hoort, leeft dankzij mij. Ik ben het ware hemelse brood. Jullie voorouders aten manna, brood uit de hemel, maar zij zijn toch gestorven. Maar wie het ware hemelse brood eet, zal eeuwig leven. Jezus zei al deze dingen in de synagoge, in Capernaum. En daar gaf hij de mensen uitleg over God. En misschien dat even doorgeklikt kan worden, de schriftlezing. Want waar loopt het uiteindelijk op uit? Zien we in vers 62. Veel van Jezus' volgelingen, klik maar even door hoor. We zijn al aardig, ja deze. Ja, die. Veel volgelingen van Jezus die dat hoorden, die zeiden, dit gaat te ver. Hier kunnen we niet naar luisteren. Ze stoppen hun vingers in hun oren. Waar lezen we dat vaker? Jezus wist dat ze protesteren en hij zei tegen hen, jullie ergeren je aan mijn woorden, maar stel dat jullie de mensenzoon omhoog zien gaan naar de plaats waar hij vandaan gekomen is. Zullen jullie dan geloven? Het aardse bestaan kan jullie niet redden. Alleen de Heilige Geest geeft het eeuwige leven. Als je mijn woorden gelooft, zul je de Heilige Geest geloven. En hij wist ook, zul je de Heilige Geest krijgen en zul je leven. Maar sommigen van jullie geloven mijn woorden niet. Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet in hem zouden geloven. En hij wist ook wie hem zou uitleveren aan zijn vijanden. Toen zei Jezus, ik heb jullie al gezegd, de Vader brengt de mensen die bij mij horen naar mij toe. Alleen zij kunnen bij mij komen. En toen liepen veel volgelingen van hem weg. Ze gingen niet langer met hem mee. Echt een bijzonder fenomeen vind ik altijd wat hier plaatsvindt. Doet me denken, even op de volgende dia, doet mij denken aan zo'n straatpredikant. Ik weet niet, ik volg dat soort filmpjes wel eens op YouTube. Ik heb altijd heel veel bewondering voor mensen die op straat het evangelie uitleggen. Die dat vol liefde en vol moed en vol geduld doen. Met de weerstand die ze krijgen. Ze worden soms uitgescholden. Tegenwoordig is het zelfs zo dat de overheid zich daar ook mee bemoeit. Dat de politie ook mensen wegstuurt die het evangelie verkondigen. Omdat het niet mag. En dat is wat we hier zien plaatsvinden. Dat
dat verbale geweld, dat hoe duidelijker Jezus spreekt, hoe groter eigenlijk het ongeloof van de mensen. En dat maakt zo duidelijk dat het alleen Gods werk is als we in Jezus Christus mogen geloven. Dat het echt puur genade is. Want er is niks van onszelf, helemaal niks van onszelf, wat iets in zich heeft dat wij dat zouden kunnen aannemen. Het is alleen maar Gods werk, het is alleen maar het werk van Jezus. In vers 39 en vers 44, daar zegt juist Jezus dat heel duidelijk. Wat zei ik nou? Vers 39. Ik moet wel zeggen dat mijn ogen steeds minder worden. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. Vers 44, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Het is God de Vader die als het ware de mensen geeft aan Jezus. Het is God de Vader die mensen trekt. Het is God de Vader die mensen roept. En het is een wonderlijk samenspel tussen het woord dat gepredikt wordt, het werk van God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, het woord dat moet klinken omdat niemand kan geloven zonder dat het woord klinkt, zonder dat het gesproken wordt, zonder dat het uitgelegd wordt. En wij denken wel eens van, ja, als we maar goed zijn voor andere mensen en we doen maar goede daden, dan zien mensen vanzelf wel dat we dat uit liefde doen, dat we dat vanuit ons geloof doen en dan komen mensen misschien wel tot bekering. Dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel laat wel zien dat het belangrijk is om goed te doen voor de mensen om je heen. Dat is zelfs een plicht en dat kan meehelpen als getuigenis, maar mensen komen tot geloof door het woord dat gesproken wordt, dat gepredikt wordt. Paulus die zegt het heel duidelijk, hoe zouden mensen geloven als ze het woord niet horen? En dat is voor ons allemaal een opdracht. En wel voor iedereen anders. Want iedereen heeft zijn eigen leefomgeving, zijn eigen context, zijn eigen dingen, ook zijn eigen gaven en talenten natuurlijk. En dat mogen we allemaal inzetten, maar het evangelie moet wel klinken, hoe dan ook. En de Vader, waarvan Jezus zegt, niemand kan tot mij komen dan dat God de Vader hem trekt. En niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt Jezus. Dus andersom is het ook zo. En het is de Heilige Geest die de wedergeboorte in ons werkt. En net zoals de Heilige Geest of de drie eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ondoorgrondelijk is, zo is ook dat werk van hem is ondoorgrondelijk. Ik kan niet navertellen hoe dat precies bij mij is gegaan, dat ik tot wedergeboorte ben gekomen. Ik weet wel wanneer het is gebeurd en ook wel een beetje hoe dat in mijn leven, qua biografie om het zo maar te zeggen, hoe dat is gebeurd, maar ik kan niet geestelijk navertellen wat er nou precies bij mij is gebeurd. Dat is gewoon een wonder. Dat ligt buiten mijn vermogen om dat te snappen. Ik denk dat dat een enorm wonder is dat we alleen maar kunnen ervaren en dankbaar kunnen aannemen als het zo is. En dit gedeelte waar Jezus deze woorden zegt over het bloed drinken en zijn lichaam eten, zijn vlees eten, wat we lezen in vers 53 en vers 54. Dan zegt Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Maar wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Ik zal hem opstoen doen op de laatste dag. Dan noemt Jezus dat hier niet letterlijk. Maar hij zinspeelt wel al op datgene wat hij in de toekomst ziet gebeuren.
Namelijk die gemeenschap rondom het kruis die zich gaat vormen. Waar we mee begonnen, Handelingen 2. En al die gemeenschappen die daaruit voortvloeiden. Die gemeenschappen waar mensen in zijn naam, broeders en zusters in zijn naam bij elkaar komen. Om zijn lichaam te eten en zijn bloed te drinken. Hij heeft voor ogen, hij had toen ons al voor ogen. De gemeente die het heilige avondmaal viert. De gemeente die zijn bruid is. De gemeente die de schare vormt die niemand tellen kan. En die uiteindelijk deel zal nemen aan dat hemelse feestmaal. Wat voor ons in het verschiet ligt. De gemeenschap die naar hem luistert. Die zich niet schaamt. Die tegen de publieke opinie in. Zelfs als anderen weglopen. Zelfs als anderen hem haten. Zelfs als anderen opnieuw roepen van kruisigt hem. Hem trouw blijven. Blijven volharden. Wij wereldvreemde mensen. Die in zekere zin toch als je erover nadenkt. Is het wel een heel aanstootgevend gebruik. Toch? Als je bedenkt van het eten van een lichaam van iemand, ook al is het dan symbolisch. Het drinken van het bloed van iemand. Ik weet niet, ik sta voor de klas, ik geef godsdienst en levensbeschouwingen. En dan laten kinderen dat wel eens uitleggen. Ik ben nu met presentaties bezig en dan moeten ze allemaal christelijke en joodse rituelen moeten ze opzoeken en uitleggen en presenteren aan de klas. En dan hoor je kinderen ook wel eens zeggen van wat is dit voor iets geks? Bloed drinken, vlees eten. Het bloed van Jezus, het vlees van Jezus. En als je erover nadenkt, dan is het toch ook gek. Is het ook wereldvreemd, toch? Of beleeft u dat anders? Hè? Dus ik snap het soms ook wel. Dat ze daar vreemd tegen aankijken. Maar dat is nou juist het bijzondere dat wij daartoe geroepen zijn. Paulus die heeft het heel vaak over die dwaasheid van het evangelie. Ja, als je niet door God zelf geroepen bent, als Gods geest niet in jou woont, als hij zelf dat niet daarvan jou overtuigt, ja, dan kun je het ook gewoon niet pakken. Maar wat Jezus ook doet is dat hij het omdraait. Namelijk het feit dat je hier vanmorgen bent, dat je hier zit en dat jullie samen gemeenschap zijn. En ik las net op het kleine briefje dat jullie dat ook ervaren als een kleine gemeenschap zijn. Maar die toch bij elkaar mag blijven komen. En daarvoor dankbaar is en dat vol vreugde en overtuiging doet. Dat is wel het bewijs dat je bij hem hoort. Het bewijs van het werk dat God de Vader in jou verricht heeft. En dat je volhardt. Volharding is zo belangrijk woord. In de Bijbel. Ik moet denken aan Openbaring. Begin van Openbaring. Ik weet niet precies welke gemeente Jezus daar noemt. Maar dan zegt hij tegen een van de gemeenten van. Ze hebben niet zoveel kracht. Maar ze blijven wel volharden. En dat is zo belangrijk. Gewoon volharden. Doorgaan. Soms is het ook op een houtje bijten. Maar je gaat door en Jezus beloont dat. En Jezus die doet hetzelfde dus ook, hè, dat hij die boodschap omdraait. Jezus die past de boodschap niet aan, hij maakt het niet comfortabeler, hij doet geen concessies, hij doet op geen enkele manier water bij de wijn, om maar even in die beeldspraak te blijven. Nee, hij drijft het op de spits. En in vers 67... daar lezen we, Jezus dan zei tot de 12, wilt u dan ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, maar naar wie zullen wij dan heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Maar dat is een heftige vraag hè, die Jezus stelt, volgende dia. Wilt u soms ook niet weggaan? Willen jullie soms ook niet weggaan?
Ik weet niet of jullie jezelf die vraag willen stellen. Ik heb het regelmatig in mijn leven die vraag gesteld. Zou ik misschien niet ook willen weggaan? Ik heb perioden in mijn leven gehad dat ik het allemaal niet zo zeker meer wist. Dat ik het allemaal niet op een rijtje kon krijgen. Mijn geloof, wat ik in de wereld zie gebeuren. Maar ook soms wat er in christelijke gemeenschappen soms gebeurt. Wat ik dan aan de lijf heb ondervonden. Dat dat soms best inderdaad pittig is. En dat dat een stukje volharding vraagt. Maar ook soms gewoon je persoonlijke gesteldheid. Dat je momenten in je leven hebt dat je het gewoon ook psychisch niet ziet zitten. Dat je eraan onderdoor gaat, onder alles doorgaat. En dat alles, dat je het lijkt alles kwijt te raken. En dan is het echt alleen maar puur en puur genade dat God jou vasthoudt. Want als het van mij afgehangen zou hebben, dan had ik hier waarschijnlijk niet meer gestaan. Het is alleen maar Jezus geweest die in zijn liefde, in die moeilijke periode, zijn hand heeft uitgestoken naar mij en mij daar weer uitgetrokken heeft. En dat had niet zo heel veel gescheeld, denk ik. Gevoelsmatig in ieder geval niet. Het is puur genade van God. Dat je op een gegeven moment mag ontdekken in je leven, maar net zoals Jezus, of Petrus hier zegt, van, Heer, waar zouden we naartoe moeten gaan? Als ik u zou verlaten, dan zou alles gewoon onder me wegvallen. En wat zou er dan nog zijn? U spreekt woorden van eeuwig leven. En we geloven u en we weten dat u door God gestuurd bent. En dan ontdekken we in dit Bijbelgedeelte een aantal hele mooie beloften die Jezus geeft. Een aantal zekerheden. De volgende dia. En ik denk eigenlijk ook alweer die daarna. Ja, de volgende. Als we in Christus zijn. Wat Jezus hier dan zegt. Hij zegt in vers 35. Beslist niet. Je zult nooit meer honger, nooit meer dorst hebben. Je zult beslist nooit niet meer honger hebben. Het staat er dubbel op. Je zult geestelijke vervulling vinden. En ik vind dat zo'n groot goed in een wereld die zo onzeker is. In een wereld die zo opgejaagd wordt. In een wereld die zo op zoek is naar voldoening, naar vervulling. En dat je, als je van Jezus bent, dat je dan gewoon kunt zeggen, ik kan stoppen daarmee. Ik hoef niet meer verder te zoeken. Want Jezus geeft het hem mij. In hem vind ik ware vreugde, blijdschap, heelheid, vriendschap, rust voor mijn ziel. Wat is dat iets bijzonders? Dat je dat gewoon kunt zeggen in deze wereld. Ik heb rust voor mijn ziel. Het volgende wat Jezus zegt is van, en ik zal je beslist nooit, ooit, nooit, onmogelijk, ik zal je beslist nooit uitwerpen. Ik zal je nooit verloren doen gaan. Jullie zijn in mijn handpalmen gegrift. Jezus die zegt dat ergens anders in Johannes ook, Johannes 10. Jullie zijn mijn schapen en niemand zal jullie roven uit mijn hand. Paulus die zegt dat met de woorden, niets kan ontscheiden van de liefde van Christus. Er is niks wat tussen ons en hem in kan staan. Wat er ook zou kunnen gebeuren in mijn leven, zelfs mijn eigen ongeloof kan mij niet meer losmaken van Jezus Christus. En als ik in ongeloof leef, dan mag ik het altijd uitroepen, Heere, kom mijn ongeloof tegemoet. En dan belooft hij dat hij antwoordt. En dan zegt hij hier ook nog dat hij ons eeuwig leven zal geven. Een aantal keren, vers 40, 47, 51, 54, 58, hij repeteert en hij repeteert het maar steeds opnieuw.
Dat we nu al mogen ervaren dat we van dag tot dag vernieuwd worden door zijn Heilige Geest. Ook al sterven wij aan de buitenkant. Ik vind het heel vervelend om ouder te worden, als ik heel eerlijk ben. Dat ik niet zo makkelijk meer de lettertjes kan lezen in mijn Bijbel. En ik eigenlijk een leesbril op moet zetten. Dat vind ik echt vervelend. Mijn vrouw was gisteren jarig. Die is inmiddels 52. Ik ben nog 51. Dus ik kan even een periode zeggen dat zij een oud wijf is. Dat vind ik altijd wel leuk. Maar ik vind het niet... als ik dan gewoon naar mijn moeder leeft nog. Als ik daar dan... ik heb daar eigenlijk niet zin in. Maar goed, het hoort erbij. En ik weet ook wel van... Op een gegeven moment zul je daar ook wel in berusten. En zul je ook wel de mooie kanten leren zien. Maar ik moet dat nog een beetje ontdekken. Maar het is zo bijzonder dat je door de Heilige Geest wel steeds vernieuwd mag worden aan de binnenkant. Zegt Paulus ook heel duidelijk. Hè? De aardse tent die sterft af. Maar van binnen mag je steeds weer vernieuwd worden. Mag je eigenlijk steeds jonger worden. En als laatste. En daar gaan we straks ook over zingen. Dan zegt Jezus van steeds weer opnieuw, hij zal ons doen opstaan op de laatste dag. En dan spreekt hij over de opstanding tot het eeuwige leven. In Johannes 5, dan lezen we daarover, Johannes 5, vers 28. Dan zegt hij van verwond u daar niet over, want de tijd komt waarin al die in de graven zijn, zijn stem zullen horen... En ze zullen eruit gaan, zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven. Maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding, tot verdoemenis. Ik kan van mezelf niets doen. Zoals ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. En ook in 1 Thessalonicenzen 4, daar... belooft Paulus dat Jezus terug zal komen op de wolken met bazuingeschal. Iedereen zal het zien en we zullen hem ontmoeten en we zullen voor eeuwig bij hem zijn. En dat is zo geweldig dat je met die wetenschap mag leven. Dat na de dood, dat het niet het einde is. Maar dat er een toekomst voor ons is weggelegd samen met Jezus Christus bij hem. En als we als gemeenschap samenkomen, als we als gemeenschap onder zijn woord zijn, onderwijs ontvangen, als we de eenheid mogen ervaren, als we samen het brood mogen breken en de wijn drinken, in jullie geval dan volgende week weer opnieuw, dan mag je weten dat Jezus dan ook zegt van... De woorden die ik spreek, die zijn geest en leven. Het is de Vader zelf die deze gemeenschap vormt. Die ons uitnodigt aan zijn tafel als een voorafschaduwing van het feestmaal dat we ooit met hem samen zullen vieren. Alle broeders en zusters samen. Hij is degene die roept. Hij is degene die ons trekt. Hij is degene die het ons geeft. En dat we in hem complete vervulling mogen ervaren. En dat we in hem eeuwig en volmaakt onze behoudenis, onze verlossing, de vergeving die we ontvangen, dat we dat samen mogen delen en ervaren. Dat we dat eeuwige leven dat we hebben ontvangen, dat we dat uit mogen leven, ook naar de mensen om ons heen. En dat we samen elke keer... Als we samenkomen, dat we zijn dood en zijn opstanding, dat we daaraan mogen denken, dat we mogen weten dat we leven. En dat we dat mogen doen totdat hij komt. En dat we mogen uitzien naar die laatste dag, dat we hem zullen ontmoeten en samen met hem zullen regeren in zijn koninkrijk. Ik weet niet wat u daarvan vindt, maar ik vind dat zo'n geweldig perspectief. En dat doet mij doorgaan. Het doet mij steeds weer opnieuw de draad oppakken, ook als ik soms moedeloos ben. Het doet mij ook naar de gemeente gaan, om het zo maar te zeggen, want ik heb het zo nodig. Ik zou niet zonder jullie, ik zou niet zonder de gemeente kunnen.
We hebben elkaar nodig. Laten we elkaar hierin bemoedigen. Amen.